Je bent zo geconcentreerd aan het werken dat je bijna niet durft te storen. Ja. Maar mag het wel even? Ja hoor. Ja? Kan je jezelf eens voorstellen? Ik ben Arjan van Helmond. Ik ben beeldend kunstenaar. Ik woon in Amsterdam normaal gesproken. En normaal maak ik klein werk op papier of doek. En Nanda had me gevraagd, Nanda Runge had me gevraagd voor deze tentoonstelling, die ogenschijnlijk nabij heet. Ik ben de laatste in de serie van 5 kunstenaars. Ik reageer een beetje op wat ik al om me heen zag in de ruimte. En ik dacht, hier in deze hoek moet gewoon een heel groot werk komen. Het doel van het zomeratelier is ook om een experiment te doen. Dus om op een experimentelere manier werk te maken en om zo direct op de muur en op dit formaat, dat heb ik nog nooit gedaan. Nou oké, okay. Het ziet er goed uit. Dus ja, is het ook de Zeeuwse kust die we zien hier? Ja, want ik ging vroeger als kind vaak naar Zeeland op vakantie met mijn ouders. En dan gingen we bij Dishoek in de buurt naar het strand. Oké. Okay. En daar ben ik nog even voordat ik hier begon naar diezelfde plek teruggegaan. En dat is natuurlijk echt graag geleden omdat ik daar was. En voelde je je weer even kind? Nou, het was vrij vervreemdend enigszins. Ik zag daar een schommel op die plek waar wij vroeger wel veel waren. En ik dacht, ik wil iets doen met die herinnering en met het nu. En misschien ook met deze rare tijd van corona. Het was ook een regenachtige ochtend en er was niemand op het strand. Dus er zit iets van die tijd, het verloop van de tijd in. Het wordt een beeld van een schommel die aan de horizon hangt. En, ja, want daar beneden zie ik nu toevallig bij je voet ligt al. Je hebt het wel al ja, een soort voorwerk. Ja, ik heb voorbereid inderdaad. Ja, vraagt Nanda jou nou omdat jullie bevriend zijn of omdat ze jou gewoon kent als kunstenaar? Wij hadden elkaar nog nooit ontmoet. Oké. Okay. Dus, ze heeft een aantal kunstenaars met wie ze zich verwant voelt. En van die kunstenaars kende ik alleen Marenne Welten. Die heeft een video gemaakt. Dat is volgens mij ook haar eerste video. Of een van de eerste video's die ze ooit heeft gemaakt. Dus bij haar is het ook heel leuk. En ik voel me ook zeker verwant met het werk van Nanda. En ook vooral ook met Andrea Vrekman. Wiens werkje op de andere wand hier ziet. En met Marenne. Marenne kende ik wel af en toe voor. Maar voor de meesten is het heel nieuw. Is het dan op het moment dat zij het vraagt, denk je dan, goh, wat een leuke uitdaging? Of denk je, goh, fijn, ik mag eens naar Middelburg? Of denk je, oh jee, moet ik helemaal naar dat provinciale Middelburg? Of... Nee, ik vind het heel leuk. Als je op die manier op nieuwe plekken komt. Tenminste, ik ken de Middelburg van vroeger, maar ik was vergeten hoe mooi het was. Dat is heel goed dat je dat nu weet. Ja. Hartelijk welkom en succes met je werk verder. En als er af is, kom ik nog even kijken. Dat is goed hoor. Dankjewel.